Naast mij mag Giel Bakker en we gaan even lekker babbelen over de Beatles, want daar hou je van. Ja, daar hou ik al heel erg lang van. Sinds mijn negende, mijn tiende, kocht ik mijn eerste singeltje. Een tijdje? Ja, mijn eerste single is Help met op de B-kant I'm Down. Dat weet ik nog heel goed. En de Beatles die staan maar liefst 49 keer in de top 2000. Wat vind je daarvan? Nou ja, dat is nog, dat verbaast me niet eigenlijk. Ja, kijk, de Beatles hebben natuurlijk in die 60e jaren natuurlijk muziek geschreven die een soort template, een soort blauwdruk is geworden voor wat de popmuziek is. De Beatles zijn gecoverd door een hele hoop mensen. Ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Het was heel breed, dus iedereen vond er wel iets van zijn gading. Dus je merkt ook, als je dat dan bestudeert en beluistert, dat echt iedereen van no-no-artiesten, die helemaal niks konden, tot aan de allergrootste, hè, tot de Presleys en de Fats Domino's, hebben zich allemaal bemoeid met het repertoire van de Beatles. En jij hebt er hier een paar. De laatste telling had ik 37.500 covers of zoiets. 37.000? Ja, maar dat is nog maar een tipje. Iets geks. Nou, dan gaan we naar een singeltje van die mevrouw, die noemde zich die Beat-oma. En er is weinig over haar bekend, behalve dat ze inderdaad een oma was. En ze noemt zichzelf de Beat-oma. Ze heeft het heel serieus voor een serieuze platenmaatschappij, CBS, wat nou Sony is, heeft ze een single opgenomen. Okay. En Ich bin die Beat-oma heet dat. Ich bin die Beat-oma, bin bekannt im ganzen Land. Ich bin die Beat-oma und singe alle an die Wand. Die Boys und Girls hören mir zu, ich kenn mir gar keine Ruhe, ich bin die Beat-Oma. Al Green, dat is een van mijn favoriete soulzangers. Ook van mij. Marvin Gaye, ook van jou. En die heeft een fantastische versie gemaakt van I Want to Hold Your Hand, wat eigenlijk gewoon een soort poppy beat nummer is. En daar heeft hij gewoon een stampende soulversie van gemaakt. Laten wij er lekker uitgaan met nog één nummer. Die gaan we even swingen. Oké. Okay.